Nederland is bezet en de operatie Barbarossa van het Duitse leger in Rusland is vastgelopen. De oorlog is dus ver weg en het leven gaat door. Voor tuinder Bas Leenheer aan de Dorpstraat Oost is door de strenge vorst het werk stilgevallen. Hij heeft dus tijd voor zijn gezin en zijn filmcamera. De sloot voor zijn huis, dat nu Den Bolder heet, is door de strenge vorst dichtgevroren. En dat geeft hem een mooi onderwerp om te filmen. De winter wordt echter steeds strenger. Bij de eerste sneeuw kan hij bij zijn huis nog deze opname maken van de sneeuwbalgevechten. Maar het blijft sneeuwen en grote sneeuwbergen hopen zich op voor zijn kassen. Ook elders in het land is het bar en boos. Voor het Bioscoopjournaal maakt Polygoon deze opname van het vastgelopen verkeer en de wanhopige pogingen van bakkers en melkboeren om hun klanten te bereiken. Maar op het agrarisch eiland IJsselmonde rondom Barendrecht is dat geen probleem. Integendeel. Nu wij niet gewerkt kan worden op het land, is het tijd voor de arreslee. Er worden sledentochten georganiseerd. En overal worden de luxe paarden van stal gehaald en opgetuigd met het speciale bellentuig met pluimen en voor de slee gespannen. Zoals hier. Aan het bijna niet te herkennen begin van de Dorpstraat Oost bij de familie van de Jacht. En aan de overkant bij de familie Huizer op nummer 2. Een pand dat nu tussen de bomen nog net zichtbaar is. Naast het woonzorgcentrum Zorghaven. En zo gaat iedereen op weg naar het ontmoetingspunt. De herberg Het Wapen van Rijshoort. Je moet tenslotte ook warm blijven, nietwaar? Tuinder Bas Leenheer is daarbij met zijn camera. Onder de zitting van de slee is een opbergruimte. Daar gaat traditioneel een mes in om bij een ongeval het paard uit zijn tuig los te snijden. En voor de mensen met zijn passagiers ligt daar een platvinkje. Een flesje met een stevige borrel voor onderweg. De oppas bij de paarden buiten wordt daarbij echter niet vergeten. In Barendrecht komt ook de ijsclub Nooit Gedacht in actie. Die organiseert op 4 februari een wedstrijd ringsteken met tikkers. Dat zijn eenpersoons arresleden met een menner die er achterop staat. Met dit soort sleden hield men ook wel snelheidswedstrijden over een baan van 250 meter. Hard tikkeren of hardnarren genoemd. Een slede met de passagiers naast elkaar is een arreslee. De deelnemers voor de wedstrijd verzamelen zich op het Doornmanplein in Barendrecht.
Of ze toestromen voor die kunstvoorwerpen als prijs of voor de sport, dat weet ik niet. Maar het zijn er veel. De kunst van het ringrijden zit natuurlijk in het samenspel van de menner en de behendigheid van de steker. Door de deelnemers een paar keer te laten rijden, ontstaat er een rangorde voor de prijzen. In slee nummer 32 zien we Co met stok en Jan Dekker van de Voordijk en Greet Leenheer, de vrouw van onze filmer. In de wedstrijd zien we wel meer arresleden met twee passagiers dan echte tikkers. De regels worden dus niet zo nauw genomen en de gezelligheid staat voorop. Kijk, hier zien we onze filmer Bas Leenheer zelf als menner met nummer 18 voorbij komen. Hij heeft zelfs drie passagiers. Na het succes van IJsclub Nooit Gedacht op 4 februari kan Ruitenclub Mazeppa niet achterblijven. Zij organiseren prompt op 9 februari nogmaals een ringrijderij. En ook weer met zogenaamde kunstvoorwerpen als prijzen. In slee nummer 1 zien we weer Co en Jan Dekker van de boerderij die we nu kennen als Hospice de Reiziger. Bij Mazeppa houden ze blijkbaar wel wat meer van de regeltjes, want nu komen er meer echte tikkers voorbij. De sleden gebruiken het rondje van goud als keerpunt.
ook bij hen eindigt de wedstrijd met een lekkere borrel. Dit keer in Van Ouds het Raadhuis.